schijnt wel een neiging te hebben om de leukste thuis te zijn. En de middelste, daar hebben ze nooit een goed woord voor over, want die hoort niet bij de bovenste en niet bij de onderste. Enfin, ik heb een hele familiereunie voor u hier samengesteld. 4 stoelen voor 2 koppels, 2 broers, 2 zusters. Reur gaat vandaag gemengd dubbel. Welkom bij Reur. En Lisette, wie is onze eerste gast? Onze eerste gast en onze tweede gast komen uit hetzelfde hockeygezin. De een werd international, de ander ging de cabaretwereld in. Met zijn programma's Zonder Twijfel en Man Vermist kwam hij op de VARA-tv. En ook maakte hij de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP. Zijn broer heeft zich tot nu toe in 150 interlands geweerd. Even balvaardig als snel en sterk in het duel heeft hij intussen ijverig voor dokter gestudeerd. Hier zijn zij. 4 jaar leeftijdsverschil ligt er tussen conferencier en hockeycrack. Joep en Tom van het Hek. Vergis ik me als ik denk dat jullie al vaker hier zijn geweest. Het applaus der herkenning, of... Jawel. Ja? Ik wel. Qua optreden? Nee, qua deze locatie. Daar kent één ober me van. Als je hier in Groningen hebt opgetreden, is het heel gezellig. En de volgende dag als ik dan hier binnenkom, dan zit hij al 1 koffie, 3 jus d'orange en 4 melk voor meneer. En dan ben je alleen. En dan ben je alleen. Mijn vrouw is er vandaag bij en dan ben ik alleen, ja. En Tom, jij kent Groningen? Nou, je hebt hier nog een locatie onder, want ik heb een hockeyvak betaald niet, dus ik haal dat nooit de volgende ochtend. Maar hier 1 beneden, de Blauwe Engel, daar kom ik meestal wel na een wedstrijd als we in Groningen zijn. En dan drink ik gewoon een biertje. Aha. Heb jij, Joep, heb jij moeite met studenten als publiek? Want vroeger had je toch kleine zaaltjes, denk ik, en nog warmer dan het hier is. Ja, je bent niet veel groter gegroeid, hè? Nee. Maar ik heb het ook nooit in de kwantiteit gezocht. Oh. Nee, als ik nou zeg dat het studentenpubliek niet leuk is, dan word ik hier meteen uitgeramd. Oh, en dan zeg je dat maar niet? Het allerleukste publiek. Oh ja, ja, ja. Als ze slapen. Ja? Nee hoor, ik heb echt hele leuke... Hij heeft zelf nooit gestudeerd, want dan was hij bang dat ze zijn grappen al kenden, hoor. Nooit is dat. Jij hebt niet gestudeerd, Joep, nooit. Ik heb nooit gestudeerd. Maar in het begin, toen ik nog in Cabaret Nar zat, dan had je inderdaad ontzettend veel uitnodigingen van studentenverenigingen. En de leukste die ik daar ooit heb meegemaakt, was dat ik optrad voor een studentenvereniging. Het was helemaal donker en het licht ging aan en toen ging er één hele oude bal die ging staan en die riep: ik heb wel eens een leuker cabaretje gezien. En gelijk had hij, of niet? Had hij gelijk? Nee, ik heb hem daarna in de hele show betrokken en zo ben ik uiteindelijk toch nog hier terechtgekomen. Dat begrijp ik. En hij zit nu ergens in een tehuis? Of? Nee hoor, nee? Hij woont lekker rustig in Nieuwegein of Almere of zo. En als is burgemeester ook gelukkig... of ja. Daaromtrent. Jij hebt nu gestudeerd. Tom, jij bent er gaan studeren? Ja, ik doe daar vrij lang over inderdaad. Hoe oud ben jij? Ik ben 28. En jij studeert? Ik heb medicijnen gestudeerd en ik hoop over 2 maanden ongeveer klaar te zijn ermee. Dan, je loopt nou co-schappen? Ik loop nu co-schappen, ja. Dat, op dit moment ook? Ik bedoel, heb je hier nog wat... Nou, ik doe verloskunde, dus dat was wat moeilijk geworden. Ik weet het. Dus, het schijnt een leuk woord te zijn, hè? Het schijnt een hele leuk woord te zijn, ja. Hier in Groningen nog wel, hoor, ja. Zullen we nog een leuke woorden verzinnen? In Groningen is het al gauw vies, hè? Ja. Oh, oké. Kijk, nou wordt het wel stiller, ja? Goed. Topsport, hè? Als je dood wil gaan, moet je dat zelf maar doen. Je graag. Dat is voor mij geen punt. Mag hij roken van jou, Tom? Van mij mag hij roken, maar ik ben het wel met je eens. Als hij het lekker vindt, moet hij het doen. Maar als hij er later maar niet voor bij mij in de wachtkamer komt zitten. Of op onze kosten, hè? Ja. Nee, precies. Dan is hij ook niet meer groter gegroeid. Dus dan... Nee, precies. Hij lult het, want ik ben particulier, dus hij vindt het heel prettig. Zo. Was jij vroeger altijd de leukste thuis, Joep, of niet? Nee, ik was de minst leuke. Maar de anderen waren eerder verloofd en... Toen heb je gewonnen. Die moesten al die zaterdagavonden thuis zijn, dus ging ik namens de familie op tournee, ja. Oké. Mag ik eens even kijken, hoeveel broers en zusters hebben jullie? Joep, Tom, als ik met jou begin, helemaal bovenaan. Ik heb er evenveel als Joep, hoor. Je hebt evenveel broers en zusters als Joep? Maar we hebben 2 zusjes en 5 broers. Oké, kan je de namen nog herinneren? Ik kan ze zo herinneren. Ja? Oké, gaan we van bovenaf aan. Sjanneke, Frank, Huub, Kroop, Monique, Joep, Tom. Joep, Tom. Joep, Tom, jij was de ene en jij was de jongste. Ja. Ja?
Had je daar voordeel aan dat je de jongste was, Tom? Nou, Joep die was vrij lastig, net als nu nog. En als ik dan altijd op mijn laarzen kreeg van hem en ik ging een beetje jankend naar binnen, dan kreeg hij op zijn donder en ik een extra toetje. Dus het scheelde altijd wel. Ja, maar heb jij ook het gevoel dat je ouders jou vroeger leuker vonden dan Joep? Omdat je de jongste was bijvoorbeeld? Nee, ik denk niet dat daar... We hadden hele leuke ouders ook trouwens, of die hebben we nog. En ik denk niet dat daar veel verschil tussen zat. Er waren er zoveel. Het viel allemaal niet zo op. En mijn therapeut zegt dat ik er wel overheen groei. Dat wel. Je bent niet met je show begonnen als het ware om op onze kosten de therapie te plegen. Dat niet. Nee hoor. Niet echt. Zo goed betalen jullie toch niet, of wel? Ik vind het zo aardig dat jullie gewoon komen omdat jullie weten dat ik jullie respecteer en apprecieer. En dat je daarom al komt. Dat vind ik zo leuk hoor. Ja. Dat is in geen geld uit te drukken. Ja, geheel wederzijds. De kampioenschap slijm in Groningen zou ik maar winnen. Pas op. Nee, ben jij beter in slijmen? Goed. God, hebben jullie het ook zo heet, jongens? Nee hoor, wij niet. Maar wij hebben meer presentatoren nerveus gekregen, hoor. Dus, Oké. En ook al aan het begin van de show al, of niet? Ja, dat schijnt nog 3 kwartier te duren, dus... Gooi de handdoek maar in de ring. Ja. Nee. Ik hou niet van handdoeken, ik hou niet van ringen. Waar ik wel van hou is even wat converseren met jullie. En even zou ik met Tom kijken of het hockeyen zoals zich dat nu aan ons ontplooit in Nederland. Ik heb enige dames gesproken van het dameshockeyteam. En die zeiden, de jongens hier in Nederland, ze kunnen heel goed hockeyen en ze hebben een hele goede discipline. Maar als ze een wedstrijd uit moeten spelen, dan zijn het net studenten. Nou, die studie van mij heeft langer geduurd, in ieder geval, dan de wedstrijden meestal. Ja. Maar ik weet niet wat ze daar helemaal mee bedoelen. Zij winnen wat vaker dan wij, zeker de laatste jaren, dat is waar. Maar ik denk ook gewoon dat het aan het niveau ligt, dat wij een wat lager niveau hebben dan Nederlandse hockeydames. Hun argument is dat niveau zo lager is, omdat jullie, als jullie bijvoorbeeld naar het buitenland moeten, liever de hele nacht liggen te slempen en te sloeren, dan te eten. Dan te eten en te slapen. Nou, ik eet 's nachts nooit, maar ik zou normaal wel willen slapen, maar dat ze slempen en sloeren, dat is natuurlijk... Het is overal zo, als je hier een glaasje champagne drinkt, dan heb je vanavond 3 flessen. Je geeft er zelfs nog eentje mee aan het eind van de uitzending, maar ik bedoel... Dat weet ik nog niet hoor. Dat is nog niet jij zeker. Jij waarschijnlijk wel. Ik zag er 4 staan, ik wist niet dat er nog meer kwamen. Maar... Nee, maar dat zo'n verhaal gaat al gauw een eigen leven leiden. Als je ergens wat drinkt of zo, dan is dat gelijk een heel lekker verhaal om daarvan te maken dat er geen discipline en rotzooi is. Ja. Ik denk dat hockeyers andere sporters zijn dan roeiers en hardlopers. Daar wil ik ook niet om liegen. Mm-hmm. Maar ik denk als er toernooien zijn en zo, dat het allemaal nog wel meevalt. Mm. Hoe komt het dat ik nooit een hockeyspeler tegenkom die plat praat? Nou, misschien ken je daar niet zoveel. Nou, tamelijk veel. Evenveel als voetballers. En daar heb je toch meer platpratende mensen onder dan onder hockeyers. Nou, het is niet te ontkennen dat hockey een elitaire sport wordt het geloof ik genoemd. Ik denk dat langzamerhand ook wel een beetje af is. Er zijn meer dan 100.000 mensen in Nederland die hockeyen. Mm. Zoveel stemmen er niet eens meer op de VVD, dus het kan al lang niet meer. En ik denk dat het dus allemaal wel meevalt. Maar hockey is van oudsher een andere sport dan voetballen, dat wil ik niet ontkennen. Waarom ben jij niet in de humor gegaan? Nou, dat heeft hij al gezegd. De rest van de familie was verloofd en zo. En hij was 4 jaar ouder. Dus hij kon daar eerder mee beginnen. En ik vind sporten gewoon ontzettend leuk. En leuk zijn is 2 of zo. Ik denk dat leuk zijn en iets bedenken op een podium. Dus echt zelf bedenken. Dat altijd veel moeilijker is dan gewoon een paar flauwe grappen zitten verkondigen. Dat kan iedereen wel. Ja, kunnen al die studenten hier ook. Dat kunnen we allemaal. Dus dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Is dat zo, Joep? Ik denk het wel, ja. Ik denk vaak dat als ik een voorstelling heb gehad, dan heb je sowieso altijd iemand die dan zegt, nou, we hebben er één op de afdeling en die moet je ook eens een keer mee op het podium nemen. Ja. Dat hoor ik dus ongeveer 180 keer per jaar. Dan weet je ongeveer wat ik verdien. En, Hoi, ja, nee, dan leuk. Heb je een vraag voor, hè? Ja, niks. Nee. Jij doet 55 keer over 3 jaar, maar ik denk dat we stuk harder. Maar het leuke is dat ik denk dat er wel een verschil is. Dat het wel degelijk een vak is om 2 keer 1,5 uur op een podium te gaan staan. Ja. Of om inderdaad de leukste van de kroeg te zijn. Mm. Wat mij dus ook absoluut niet lukt. Vaak mensen na afloop van
Vertel er nog eens één. Hoe lang heb je nou solo gedaan? 2 jaar, langer niet. 2 jaar. Nog 1 jaar erbij en je moet naar het gekkenhuis. Is een stelling in de toneelwereld, hè? Mensen die solo's doen, zijn of in principe al gek, of ze worden gek. Had je daar last van? Nee hoor. Helemaal niet. Waarom ga je dan toch in het nieuwe seizoen met iemand anders samen? Ja, omdat ik dat wel leuk vind. Ik heb vroeger met die cabaretgroep gespeeld, met Cabaret Nar. Nar. Toen ben ik met Hans van Gelder heb ik Man Vermist gemaakt. Toen heb ik het soloprogramma Verlopen en Verlaten gemaakt. Ja, dan vind ik het wel weer leuk om weer eens wat anders te doen. Ik vind het zo, het zou zo, ja, ontzettend, dan gaat je kopieerapparaat schrijven volgens mij in plaats van je vulpen. Ik vind het ook wel veel leuker om een keer dialogen te schrijven in plaats van monologen. En daarbij vind ik het fantastisch om komend seizoen met Onno Molenkamp te gaan werken. Heb ik gelijk als ik denk van, je bent niet echt een cabaretier, je bent meer een toneelschrijver die een beetje veel voor zichzelf schrijft. Het is dat je zelf lacht. Ja. Dat had ik in het begin ook. Als niemand dat doet, dan ik maar. En dan lachten ze. En dan ging iedereen lachen. Ik heb wat om mezelf te lachen in het begin. Nee, dat weet ik niet. Het is wel zo dat mijn programma's steeds meer richting toneel gaan. Hoewel als ik het gemiddelde Nederlandse toneel zie, dan denk ik gauw van, nou die vergelijking wil ik nooit meer horen. Ja. Het is toch altijd nog een rondlopende hoorspelkern als je naar het Nederlands toneel kijkt. Ga jij wel eens naar toneel, Tom? Ik ga wel eens naar toneel, ja. Nee, ik vind het. Ik ben ook een beetje door Joep en doordat je dat van huis dan een beetje meekrijgt, wel geïnteresseerd in toneel en een aantal andere theatervormen. Mm-hmm. En ik ben niet helemaal eens met dat Nederlands toneel altijd slecht is. En ik denk wel dat wat Joep doet een beetje tussenvorm is tussen cabaret en toneel. Dus vind jij Joep beter dan Freek, of niet? Nou, dus... Anders, denk ik, hè? Ja, nee, ik bedoel, daar kan ik helemaal niet over oordelen. Ik ken Freek niet en ik ken Joep wel. En als je iemand kent, kijk je heel anders, denk ik, naar hem op het toneel. Dan, ik kijk volgende keer ook anders naar jouw programma dan dat ik tot nu toe altijd gedaan heb. Ik bedoel, als je iemand gewoon... Oh, dat is een goede reden. Ik vind het lief dat je broer zo... in de koelte wilt houden, maar dat verwijt dat jij wel eens wat meer op Freek de Jonge zou lijken. Hij heeft er wel een bril voor aangeschaft, hoor. Er zit gewoon glas in. Hij heeft geen bril van zichzelf, nee, er zit gewoon glas in. Ja, is het zo? Hij is wel... We hadden een afspraak, mijn bril en jouw toepitje zou niet als waar. Oh, okay. Ja, dat is waar. Dat is waar. En ik zou niet zeggen dat zonder bril jij ook zo'n leuk verziend zeehondje lijkt. Nee. Zou ik ook niet zeggen. Nee. Dus. Maar ik vind het leuk. Nee. Maar nog even over, is de jongste het pispaaltje of het knuffeltje in de familie? Nou, ik denk dat het allebei nog wel meevalt hoor. Ik weet niet, je bent niet in het nadeel. Jij bent de ene jongste zelf. Ja, en jij bent de jongste. Ik ben de jongste. Ja. Joep is de ene jongste. Nee, ik denk dat het allemaal nog wel meevalt. Wij zaten redelijk dicht op elkaar allemaal. En waren jullie vroeger ook echt een groepje binnen het gezin, of niet? Met z'n tweeën? Nou, wel een beetje, ja. Wel een beetje. Hij zat al nee te knikken, maar hij doet nu een braaf ja mee. Dus te hopen dat de andere camera er even op zat. Oké. Maar ik heb nog een verjaardag vanavond bij de rest van de familie. En ik moet dat uitleggen wat hij gezegd heeft. Oké. Wie is jouw lievelingszus? Ik heb er maar twee. En die zijn je allebei... allebei even gevaarlijk. Maar die een zit in het buitenland, dus de oudste is mijn lievelingszus. Maar dat zeg ik echt om werkelijk mijn aangezicht te redden, want die heeft voor het geval dat het programma nog populairder wordt, is mijn buitenlandse zusje, mijn leukste zusje. Ja. Oké dan. Als jij nog eens over de grens komt. Goed jongens, nou. We zullen even een slok nemen in de hitte en wellicht wil Lisette dan zo aardig zijn de volgende gasten te introduceren. Onze derde gast en onze vierde gast zijn dochters van een bekende dichter. De een is dokter Anders Italiaans en maakte met haar psychotherapie veel bezwaarde zielen lichter. Ze schreef over mode in het Parool en was star reporter bij een hard familieblad. Als interviewster zat ze toen met Rudy Karel in bad. Haar zusje, 4 jaar jonger, studeerde meer voor het vertier. Ze werkte samen met de zogenaamde meisjes van plezier en volgde ook een cursus voor het vak hovenier. Hier zijn zij, beide rijden op een heftruck en blijken veel van kunststofconstructies te kennen. De tweegezusters Morjen, Alissa en Adrienne. Uh,
eventjes voor de orde, hoe heet de hond? Boris. Boris. Ja? Heb je, is hij naar iemand genoemd ook nog, of heette die al toen je hem kreeg? Ik weet niet, hij is van adel, hij heet Boris de Gentil Minois. Minois. Het is een lekker Frans... Buldog. Buldertje. Ah, ik hoop dat hij lekker gaat zitten. Kijk eens even, wat een attente man. Champagne voor de hond. Hij is niet echt Frans. Hij is niet echt Frans, nee. Het lijkt me meer een Duitse... Hij drinkt geen alcohol. Hij drinkt geen alcohol, thuis niet. Nee, maar hij is ook uit. Proberen het. Hij is ook uit. Mag ik met de deur in huis vallen bij jullie dames? Hè? Twee zusters, jullie wonen samen. En dat is wel een complimentje waard als je al zo lang zusjes bent. Hè? Waar wonen jullie nou precies? In Amsterdam. In Amsterdam. Jullie werken ook samen? Wat voor werk doen jullie precies? Wij werken samen met Marta Reuling. De kunstenares Marta Reuling, ja. En wij voeren haar werk uit. Dat doen jullie met een heel stel mensen. Ja, jij, dat doen we met Henk Jurriaans. En Wanda Werner. Wanda Werner. En we hebben een taakverdeling. Marten die ontwerpt die kunstwerken. Ja. Henk Jurriaans bedenkt de technische uitvoering daarvan. Ik doe de administratie en ik kook. Adrienne is de chef. Dat wil zeggen die regelt wanneer wie wat moet doen. Wanda is heel handig met zware boormachines. En verder zijn we eigenlijk allemaal op alle fronten inzetbaar. Dus als er plotseling iets gedaan moet worden, dan steken we allemaal de handen uit de mouw. Het klinkt een beetje als de familie Heiboer revisited. Nee. Of zie ik dat fout? Nee? Nee. Vertel eens even, wat is dan het verschil? Jullie wonen daar met z'n allen in een soort commune, mag ik aannemen? Nee, het is geen commune. Of een commune vind ik iets dan... Heb je een stel mensen die hebben allemaal een taakverdeling ook of zoiets. Ja. Maar dan is het zoiets van de ene keer heeft... Moet die, of je moet dan allemaal om beurt afwassen bijvoorbeeld. Hè? Of ze zitten aan je platen hebt, of zo. Ja, of je zin hebt of niet. Terwijl ik kook. En het is omdat ik het beste koken kan. En de anderen koken niet. En Marten die ontwerpt omdat zij het beste kan ontwerpen. En wij ontwerpen niet. Of zo. En hoe is jullie verhouding tot de enige man in het gezelschap? Heel goed. Oh, dank je. Ik kan heel goed koken waarschijnlijk. Vertel eens even, hoe zit dat? Jullie zijn, ik heb eens ergens gehoord dat Henk Jurriaans zei, ik heb 6 vrouwen en 7 auto's. Hij verzamelt vrouwen en auto's. Even kijken. En ik weet niet goed hoeveel auto's hebben. Nieuwe of tweedehands? Mooie auto's. Mooie auto's. Nee, ik heb het over de auto's. Zo zag u hoe een grap ontstond, dank je Joep. Nog even, hoe is de verhouding op het werk en in de personele sfeer? Zijn er hoofdvrouwen, bijvrouwen? Hoe is het verdeeld? Nee, we zijn allemaal even leuk. Dat wil ik aannemen. Maar laten we zeggen, is Marten, laten we zeggen, de hoofdvrouw van Henk en zijn jullie dan... De bijvrouwen, of niet? Nee, Marten is Henk's vriend. Marten is de vriend van Henk? Niet in de zin van een vrouw heeft een vriendje of zoiets. Maar zij zijn vrienden, ik weet niet, zoals twee mannen vrienden zijn of twee vrouwen vrienden zijn. En wat is jouw... Of een dochter en een zoon. Of een dochter en een... Ja. En wat is... Adrienne, wat is jouw verhouding tot Henk dan? Wat ben jij? Henk is mijn man. Het is jouw man? Ja. Ik denk dat... Onze verhouding of de verschillende verhoudingen met Henk is net zoals jij verschillende verhoudingen met andere mensen hebt. Dat het niet iets anders is. Oh, dat weet ik niet, maar ik woon niet met heel veel mensen. Ik woon niet met heel veel mensen op één gebied die aan mijn platen zitten en met wie ik samen eet en zo. Nee, maar dat heb je toch ook niet met iedereen of met niemand. Zo is het. En wat is jouw verhouding dan met Henk? Hij is mijn man ook. Ja, hoi, heel leuk. Dus zo is het een beetje verdeeld. En dan Wanda, daar is hij ook de man van? Ja. Goed, nou dan wil ik eens even kijken hoe jullie, dat is het werk wat jullie op dit moment doen. Jij hebt Italiaans gestudeerd, Alissa. Ja. Afgestudeerd. Ja. Je hebt lesgegeven op de universiteit. Ja. Je bent gepromoveerd bijna. Ik ben aan het promoveren. Je bent aan het promoveren op het Italiaans. Ja. Wat is de titel van je proefschrift? Hij heeft nog geen titel, maar het gaat over het futurisme in de Italiaanse taal en letterkunde.
Hallo. En ik heb gedacht over als titel verleden, heden en toekomst van het futurisme. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar je bent ook tollig geweest, hè? Als, ja. Ik heb begrepen dat je een keer achter de koningin hebt gezeten toen ze bezoek had van... President Leone. Leone. Wanneer was dat? Van Italië. Ik weet niet meer wanneer dat was. Het klonk ook zo Italiaans, dank je. Dat was... En hoe ging dat in zijn werk? Jij zit dan achter de koningin en achter... Ja, er was een talk voor de politieke zaken en dat was ik niet. Of dat is iemand die daar helemaal in gespecialiseerd was, is. Maar ik vertaalde de tafelconversatie. Dus alles wat ze tijdens een diner aan elkaar tegen elkaar zeiden. En als tolk mocht ik dan niet eten. Want je kan natuurlijk niet met een hap in je mond zitten als je een zin moet vertalen. Uh-huh. Zij mogen wel met volle mond praten. Ja, maar het was heel aardig van koningin Juliana. Die zei, heeft u al gegeten? En ik zei nee. Toen zei ze, oh, dan laat ik even uit de keuken een bordje voor u halen. En toen mocht ik tijdens het tolken eten. En is het staatsgeheim waar ze over spraken of niet? Nee, het ging over, zou ik dat wel zeggen. Nee, dat is een beetje small talk. Is nooit weg. Waar ging het over? Nou, dingen als... Hoeveel badkamers heeft u nu in uw villa? Oh, leuk. En ook wat voor soorten bad? En... Ja, eigenlijk het gewoon... waar iedereen het over zou hebben. Waar je nieuwsgierig naar bent bij een ander. Bij een ander. Hoeveel badkamers hebben jullie? Eentje. Eentje. Sinds kort. En Prins Bernhard, hoeveel heeft hij er? Geen idee. Adrienne, jij studeerde psychologie. Waarom ben je ermee opgehouden? Omdat het parkeren. Ik moest één keer per week naar het Zwammerdam Instituut in de Tweede Constantin Huygensstraat. En dan kon je zo ellendig rottig parkeren dat op een maandagochtend, toen regende het en toen was het weer, kon ik absoluut niet daar parkeren. Ik heb mijn vader jaren om een auto gevraagd, maar ik heb altijd door moeten studeren van hem. En toen, het was trouwens de auto van mijn vader waar ik altijd in reed. En toen had ik zoiets, ik hou er ook godverdomme mee op, dat gezeik. Ik heb er geen zin in ook. En toen ben ik ook, nou heb ik gelijk opgehaald. Opgehaald? Wat ben je toen gaan doen? Ik werkte al. Ik werkte in de keuken van Café de Pol, die uitgebreid eten maakte ook. In als, cuisine, als cuisinière? Ja. Jij kookte daar? Al was te begonnen en toen... En hoe ben je... gekookt dan. Hoe ben je in animatie terechtgekomen? Ik denk vooral omdat het me altijd wel als iets dacht ik, hoe zou dat zijn? Ik was nieuwsgierig. En maar direct was dat Wanda Werner woonde in hetzelfde huis waar ik woonde. En die werkte al in een club. En ik had zoiets, ik had ook zoiets van heel veel geld verdien je. Het viel me ook tegen de eerste keer, eerste avond. Ik zoiets van, god, maar 200 gulden verdien ik. Ze helemaal niet, de duizenden stroomden niet binnen. Oh, maar door haar zei ze, ga je met mij mee? En zo, weet je. En maar dat was toch, toen animeerde je nog en daarna ben jij? Nee, ik ben gelijk in een club gaan werken. Ik heb heel vroeger, een week of zo, geanimeerd. Maar daar vond je niks aan? Dat is keihard pittig werken. Daar suip je zelf totaal onder tafel. Ja, daar heb je ook niks aan, nee. En dan verdien je nog niet zoveel, want dat gaat bij percentages van wat je drinkt. Dus dat... Hoe weet je dat, Tom? Nou, dat hoor ik altijd. Dat hoor je, oh ja. Dat is echt goed. En toen heb je een tijd in een club gewerkt? Ja, ja dat heb ik heel lang gedaan. Het was ontzettend leuk. Dat vond je leuk? Ja, heel, heel. Had je leuke klanten ook? Ja, eigenlijk altijd wel, ja. Of bijna alle klanten waren wel leuk. Of het was eigenlijk bijna... Het is ook zo, in wiens handen ze vallen, daar worden ze leuk, vind ik ook. Ja. Hoe bedoel je? Nou, als ik het leuk vind, als je het zelf leuk vindt, dan wordt het natuurlijk wel het leuker. Als je zelf denkt van, vieze vent of zoiets, dan is het niet leuk. Maar betekent dat je in principe elke vent dan wel leuk vindt? Nou, het gek is, door dat werk merk je dat iedere vent, zoals je het zegt, leuk is. Of man, bijna of altijd wel leuk is. Aha. Ja. En waarom ben je er weer mee opgehouden dan? Omdat het hard werken was en ik kreeg er wel genoeg van. Ik heb het 7 jaar gedaan. Hallo. En ik werd ongeduldig op het eind wel. Ik had toch een beetje kort af. Waren die mannen zo oud? Zo oud?
Ja, je zegt ik werd ongeduldig, dus waren die mannen zo oud? Oud? Nee, hoor. Het moet humor zijn. Joep, leg uit. Wat? Het moet humor zijn. Nou, ik heb ook de 30 al gehad, dus... Oh, je bedoelt, je maakt niet zoveel meer. Bedoel je dat? Dat bedoel jij er ook, ja. Het praten wordt vermoeiend op de duur. Of altijd maar uitgaan, iedere avond tot 4, 5 uur zitten en drinken en leuk gezellig. Aha. Dat werd, vond ik... Ik wist dat er een hoop gebeurde, maar praten... Ja. Wat voor gezin komen jullie uit? Je vader is dichter, dus het was veel bohemien en bohema? Of niet, thuis? Nee. Is niet. In ieder geval, dat idee heb ik zelf niet. Misschien dat andere mensen het wel vonden, maar ik heb het... werd eigenlijk een heel geregeld leven altijd. Ja. Streng opgevoed, of niet? Nee, niet streng, maar wel elke dag 3 keer per dag eten en schone kleren. Hoe? Ja, nou, dat is heel wat tegenwoordig. Ja. Dan moet je niks van... Stop me dood. Alissa, jij hebt ook mensen in therapie gehad, hè, een paar jaar. Jij deed psychotherapie. Het komt een beetje op neer dat je ongelukkige mensen tegen een fraaie vergoeding nog wat ongelukkiger maakt. Zie ik dat goed? Tegen heel weinig geld. Oh ja? Ja. Wel gelukkiger? Ja. Ja? Wel gelukkig, ja. Ik deed dat Henk Jurjaans, die therapie in die tijd. En dat doet hij nu niet meer. En hij had het idee dat je er helemaal niet voor hoeft gestudeerd te hebben om een goede therapeut te zijn. Dus hij zei tegen mij, vroeg of ik het wou. En ik wou het. En hij rekende zelf, hij is overal uitgesodemieterd. Of hij therapieerde eerst bij het IMP en kreeg toen als salaris, nou gewoon wat de gemeente dan aanvult. Hè. Of iemand betaalt wat hij betalen kan en krijgt dan... Een percentage krijgt hij dan ook. Mm. Nou, mijn punt is zozeer hoeveel je daarvoor kreeg. Want ik gun je al het goede en het vele van de wereld. Maar, maar ik ging even in op tegen een fraaie vergoeding. Dat was een hele geringe vergoeding. Oké, goed. Dat laten we dan voor wat het is. Wat ik graag wil weten is, heb jij uit die tijd een beetje het idee dat het gezin een basis kan zijn voor een ongelukkige jeugd? Of heeft dat geen reet met een gezin te maken? Ik zou het niet weten. Je zou het niet weten. Nee. Heb jij daar... Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het... dat wij... en dan spreek ik mede namens mijn broer... het leuk hebben gehad thuis. En ik denk dat dat een... een hoop gedoe scheelt. Mm. We hebben het... veel gelachen thuis. Kerstdineetjes. Veel toestanden. Van elkaars vriendin afgebleven. En, ik geloof dat het heel erg scheelt, ja. Ja? Nee, jij hebt ook een LP gemaakt, hè? De eerste Nederlandse echtscheidings-LP. Eerste officiële. Officiële, goed. Nee, ik had toch niet de indruk dat je, laten we zeggen, op de bres staat voor het gezin als hoeksteen van de maatschappij, toch? Ja, of niet voor de echtscheiding. Hij heeft goed op zijn bek gehad bij de verkiezingen, hoor, dus dat klopt. Nee, maar laten we eens even daar ons niet proberen met een leuke Jantje van Leiden van af te maken. Maar ik zou wel eens willen weten of je, dat wil zeggen, men zegt van... Hoe ongelukkiger je jeugd, hoe beter je boeken. He? Dat ken je, met een kleine variant op meneer Oscar Wilde. Nou, hebt de meeste Nederlandse schrijvers een hele leuke jeugd gehad. ik denk dat je... Ja, ik weet dat niet zo goed. Van het bekende woord van alleen uit leed wordt kunst geboren en zo. Mm. Maar ik geloof dat, tenminste, ik praat puur voor mezelf. Dat ik inderdaad terug kan kijken op een hele leuke tijd. En nu nog wel, met mijn ouders en zo. En met mijn broers en zusjes. Mm. Sorry, hebben jullie kinderen, 1 van 4? Nee. Niemand heeft kinderen. Dus jullie willen ook best kinderen, hè? Als je zelf zo'n gelukkige jeugd hebt. Wat is dit nou? Jullie hebben geen kinderen, dus je wilt graag kinderen. Nou. Het is een soort stelling van Lubbers. Jullie hebben geen raketten, dus je wilt graag kinderen. Ik ben blij hoe je uit zo'n domme opmerking toch nog een goede grap kan peuren. Daar ben ik erg blij om. Maar het blijf wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik... Ik haal uit 1 programma van jou, 3 programma's van mezelf. Oké. We praten nog over de onkosten dan, oké? Ja, oké. Wat ik bedoel te zeggen is... jullie zeggen allemaal uit een redelijk gelukkig gezin te komen, een prettige jeugd te hebben gehad. Ik uit een heel gelukkig gezin. Heel gelukkig gezin. Ja. Wil jij kinderen? Ook hoor. Ja. Oké.
Het was bij ons zo gezellig. Oké. Goed. Kan die mijn even... moeder ging met een vriend van mijn vader. En mijn vader met een vriendin van mijn moeder. Het was fantastisch. Weet je dat zeker? Wat? Weet je dat zeker dat dat was? Nou... Nee. Nou, het kan een goed programma worden. Alissa, wil jij kinderen? Ik heb ze nooit gewild. Nu zou ik ze wel willen, maar het is niet een wet van meten en persen. Aha, kijk, zie je wel. Je werkt aanstekelijk, Joep. Ja. En waarom zou je ze... Waarom wil je ze vroeger niet? Het zei me nooit iets. Ik weet niet, het sprak me niet aan. Ik dacht nooit dat nu, nu heeft je zusje een hond, nu wil jij een kind. Is het zo? Nee? Nee. Dat is het niet echt? Nee, dat is het. Het is niet mijn hond. Ah, is jullie hond. Hoewel, ja. Hij woont bij ons. Aha. Dus ik mag aannemen dat jij ook geen kind wilt, want je hebt al een hond? Ja, ik wil wel een kind. Wil je wel een kind? Waarom heb je er dan nog geen een? Het is er niet van gekomen. Ja, is dat een goede reden? Ik bedoel, jullie vader heeft jullie zo goed gepland, hè? Ik heb het nooit gepland en nooit aan gedacht, maar ik zou wel een kind willen. Mm. En jij, Tom, wil jij ooit kinderen? Als je afgestudeerd bent, ga je... Nou, ik weet niet of dat met afstuderen te maken heeft. Dat krijg je in je eerste jaar al. Maar ik wil later wel, lijkt me heel leuk om kinderen te hebben, ja. Trouwens, ook vooral omdat Henk een kind wil. Die wil wel een kind? Ja, ja. En dan wil jij het ook? Ja, die wil wel graag in de krant een foto, want ik hou de file bij van hoeveel vrouwen hij heeft. Hij heeft er nu 5, maar ik tel ze voor 6, omdat de laatste die hij erbij heeft, die is zo lang, die telt voor 2. En hij wil wel een foto in de krant met op 1 arm bosse kinderen. Aha. Maar ik zou echt ook een kind willen. Ook echt gewoon? Ik bedoel, ja, nee, maar dat komt ook omdat er iemand is, of omdat Henk dat ook wil. Oké. Tom. Je antwoord is me een beetje ontschoten door de dinges, maar komt het er nog van of niet? Nou, komt het er nog van? Dat is een hele vraag. Ik denk dat niemand zijn leven precies vooruit kan plannen van hoe en wat het allemaal gaat lopen. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat ik het heel leuk zou vinden om later een paar kinderen te hebben, ja. Mm. Ik hoop dat het er nog van komt. Oké, Joep? Ik wil 5 zoontjes met een bril. Nou, die brillen zorg ik wel voor, oké? Okay? Graag, ja. De rest doe ik zelf wel, hoor. Je ziet er niet dat er 5 lemveringetjes lopen. Okay. Je ziet er met die montuur achteraan lopen. Ja. Ken jij mijn vrouw niet, hoor. Kom. Zijn jullie ouders trots op jullie? De onze wel, hè? Ja. Ja? Ding. Ja. Dat zeggen ze ook. Ja. En dat laten ze ook merken. Ja. En jullie ouders? Nou, ik denk dat ze het leuk vinden, hoor. Ik wil bellen wel vanavond van zo en zo laat zijn we er. En dan zullen ze wel kijken, maar echt trots of zo dat ze de hond gaan uitlaten om 11 uur, dat zal niet lukken, denk ik. Mm-hmm. Maar ze komen toch naar jou kijken ook als jij speelt? En naar jou als jij speelt? En ze hebben geen hond. En ze hebben geen hond. Maar ze kijken toch wel. Maar ik denk dat mijn ouders het helemaal heel leuk vinden zoals het nu gaat en zo. Maar ja, normaal. Zijn net zo trots dat wij in het geval met z'n 2 op de buis zijn en de rest wat eerder verloofd was. Ze vinden die anderen ook heel aardig, hoor. Ja. Dat heeft niks met trots met het werk of zo te maken. Gelukkig niet. Waar was er vroeger in jouw tijd toen jij begon, bij NAR en zo, hè? Had je ook niet... je begon net. Vonden ze dat niet vervelend? Hadden ze niet liever gehad dat je... Jammer, hè, zo gaan studeren? Er wordt hem altijd gevraagd. Nee. Van, is het nou niet vervelend, zwarte schaap van de familie en zo, maar... Nou, dat bedoel ik niet zozeer, maar ik kan me voorstellen dat ouders het leuker vinden dat hun zoon medicijnen studeert en dat hij een beetje artistiek zit te doen. Waarom? Voor weinig geld. Ja, ik weet het niet, dat vraag ik me af. Nee, mijn ouders gingen liever naar Wim Kan dan naar de dokter. Ho. God, er gaat toch niks boven een leuke broer, Tom, hè? Echt. En dat ging vroeger ook al zo. Wat? Dat ging vroeger ook al zo. Ja, vroeger gingen ze ook liever naar Wim Kan dan naar de dokter. Dan nee, maar ja, dat is altijd wel zo gegaan, denk ik. Mm. Luister eens, welke eigenschappen in jullie waardeer je niet echt?
In onszelf? Ja, we moeten even voor de bijl, hoor. Welke eigenschap in jezelf... Welke eigenschap in jezelf waardeer je niet echt? Zou je wellicht liever niet willen hebben? Voor mij vraatzucht. Vraat? Zucht. Je wilt lekker veel eten? Ja. Toch zie je er niet volop de beuze uit? Nee, hoe regel je dat? Ik werk het eraf, denk ik. Je werkt het eraf? Ja. Gewoon doordat ik hard in de weer ben altijd. Wat doe ik dan niet? Jij hebt er geen. Jij hebt geen eigenschap die niet goed is? Of nee, ik weet het. Nee, niet echt. Misschien, ik zou anders willen praten. Zou je anders willen praten? Of dat vind ik als vreselijk als ik mezelf hoor praten, denk ik, oh god. Maar waarom vind je dat je te langzaam of te vlug of te lijzig of te... Te langzaam, te lijzig en te vol ook wel. Ik zou scherper willen praten. Scherper willen praten? Ja, maar dat is... ik vind schrik me gek als ik mezelf hoor. Wat kan dat nou schelen? Weet ik niet. Is maar goed dat het live is dan. Want... Toch? Toch? Hebben jullie eraan gestoord? Nee, toch? Nee, dat is mij niet opgevallen in ieder geval. Okay. Stom. Oh, god. Ik zou er niks van aantrekken. Ik zou er niks van aantrekken, Adrienne. Je bent zoals je bent en dat is goed. Tom, heb jij een eigenschap waarvan je denkt dat... Dat had ik anders willen? Dat zou ik anders willen. Nou, ik weet niet. Ik denk ook inderdaad dat je bent zoals je bent. En dat er een heleboel leuke en slechte dingen aan zitten. En... Mm-hmm. Ik denk als ik mezelf op een sportveld terugzie of zo, dat ik wel eens dingen doe of zo van naad ben dat ik 10 minuten later denk, hoe is het bij God mogelijk? Maar ja, dat... Iemand met een stick even flink in de maag. Nou, hoor. Zo erg zal het hopelijk nog niet, maar ja, je wordt inderdaad wel eens een beetje van naad en gedreven door dat soort dingen. Denk je wel eens na afloop van, jongen, dat kan ook wel wat anders, omdat ik buiten het veld denk ik niet zo ben. Maar ja, echt een hekel. Ik vind als je echt iets slecht vindt van jezelf, dan moet je maar zorgen dat je dat een beetje verandert of zo. Mm. Dus kortom, een beetje driftig ben je, dat is het? Ik moet dat helaas toegeven dat ik nog wel eens een beetje driftig wil zijn. Is dat zo, Joep? Had je vroeger ook last met zijn drift? Of? Hij driftig? Ja. Integendeel. Ja, die kent. Maar ik ben nog gewond. Ja, goed. Wat is jouw... Mijn slechtste eigenschap is dat ik nooit auto kon rijden. Tenminste, ik had wel een rijbewijs. Maar ik was zo'n man zonder schoonmoeder achterin. Maar toch met 60 op de derde baan. Dat heb ik eindelijk afgeleerd. En toen raakte ik mijn rijbewijs kwijt. Dat is dus mijn slechtste eigenschap. Niet dat ik mijn rijbewijs, maar dat ik eindelijk had geleerd om te rijden. Maar ja, dat was na een avondje Groningen in de Drie Gezusters. Ah, luister eens, mag ik met jullie even over de toekomst hebben? Het nieuwe seizoen breekt voor jou weer aan. Wat ga jij doen? Ik ga een programma maken en dat heet Tunnel zonder... Zonder kikker. Tunnel zonder vluchtstrook. En dat speel ik samen met Onno Molenkamp vanaf oktober en in september try-out. Mm-hmm. Het was een aankondiging van kaartjes verkrijgbaar vanaf of zo, maar dat komt blijkbaar na de uitzending. Dan kunnen ze jou bellen voor kaartjes, toch? Of niet? We zijn niet commercieel, maar we kondigen het wel even. Ja. Voor mij geldt het helemaal niet. Ik ga gewoon door met hockey, dat doe ik al heel lang. Ja. En ik ga bij mijn club Kampong en met het Nederlands elftal komend jaar. We hebben een wereldkampioenschap in oktober. Mm-hmm. Ik hoop dat dat goed gaat aflopen. En, daar zijn de kaarten gratis bij. Net zoals hier trouwens. Hè? Dus laten we dat... Alissa en Adrienne, hebben jullie nog nieuwe projecten op stapel samen met Marten? Ja. In het kader van de kunst? Een beeld voor de Stopera. Een stukje van de Stopera? Een beeld voor de Stopera. Een beeld voor de Stopera. Over gezinnen gesproken, hè? Was dat bij jullie ook een verdeling dat je kon zeggen, nou, hij trekt meer naar moeder en hij trekt meer naar vader, zij trekt meer naar moeder, hij is meer een vadersjongen? In een gezin van 8 kinderen lukt dat niet zo gauw. Je bent wel blij als je überhaupt een keer naar je ouders kan trekken. Nou, ja. En bij ons was het duidelijk onderverdeeld in de oudste 4 en de jongste 4. Dat is echt een groot verschil. De césuur was in het midden? Ja, dat was heel automatisch toen die gingen verloven. En, wij gingen gewoon lekker door, ouderwets. Nee, vertel eens even, want dat vind ik wel geestig. Is dat, waren de ouderen ook, laten we zeggen, speelden die de baas over jullie? Of hadden die meer te zeggen? Nee, die waren het huis al uit toen wij jong waren. Oh, is dat zo? Ja, we vluchten het huis uit, want wij terroriseerden de boel zo. Wij waren al jaren de baas over de ouderen. Heerlijk. Dus die dachten, gauw verloven.
Ik begin al een beetje te begrijpen hoe grappen gemaakt worden. Hè? Steeds weer terugkeren naar een bepaalde... Ja, dat doe je een tijd over. Dat... Ja, ja, voordat je in de gaten... Al lang in je... Dat is waar, dat is waar. Dat heb ik in al je programma's al gezien. Ik denk, het tijd dat ik eens één avondje les kom geven. Nou, nou, ik ben blij dat je er vandaag was, Joep, om mij een beetje de boel bij te brengen. Ik zal dat zeer respecteren en ik hoop dat je het op de terugweg ook zult epibreren. Geen probleem. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daar heb je wel eens van gehoord, denk je, die uitdrukking, hè? Nee, vertel eens. Nee? Oké, dat is dus het voorzetje, hè? Ja. Dat is het voorzetje. Je bent eigenlijk de Piet Muiselaar van dit programma, hè? Nou, is dat zo? Jij de... Nee, ik ben Ozzy Rasmussen en hiernaast zit hij. Oké. En Douska is een beetje in elkaar geslagen. Nee, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Heb je wel eens in een situatie gezeten dat je eigenlijk voor je familie koos, terwijl je dat eigenlijk niet wilde doen, rationeel gezien? Heb je wel eens een situatie gehad? Ik? Ja? Nee, nooit. Nooit? Ik vind, maar dat is ook denk ik een kwestie van opvoeding, je eigen boontjes doppen en niet een beetje slap lullen over je familie als ze stomme dingen doen. Zeg je gewoon, ja, wat een klootzak, hè, en dan is het klaar. Mm. Hebben jullie geen lummel in de familie? Iemand, Nee, ben jij te adopteren? Oh ja. Hij was wel makkelijk, ik geef het toe. Ja, nee, maar... Nee hoor, wij hebben er geen één. Jullie en als we er één hebben, zeggen we dat niet op televisie, zeggen we dat gewoon thuis. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Heb jij wel eens moeten kiezen tegen je familie? Nee. Nooit, nee. Unisono. Goed. Nou, dan kan ik alleen maar zeggen dat het wat mij betreft een genoegen was hier twee broers en twee zusters te mogen ontvangen. Ik weet niet, nog steeds niet of het gezin de hoeksteen of de fopsteen van de maatschappij is. Jullie hebben een prettige jeugd gehad. Het ziet er voor jullie verder ook heel goed uit, heb ik begrepen. Dus ik ben blij. Bedankt voor het aanwezig zijn hier. Wie zo aardig was vandaag de gasten te introduceren, hebt u ook al gezien, is Lisette Sevens. We bedanken haar met een hartelijk applaus. Lisette is oud-aanvoerster van het Nederlandse dameshockeyteam in het en jij bent ook degene die ervoor heeft gezorgd dat wij toen, ik zeg maar wij even, de gouden medaille hebben gekregen. Ik zie je niet dat je de Olympische medaille nu op hebt ergens, hè? Nee, toevallig vandaag niet. Aha. Maar normaal wel, hoor. Mm. Luister eens, jij bent opgehouden met hockey, nou? Ja. Hoe ben je afgekikt van de hockeystick, zal ik maar zeggen? Nou, ik gebruik hem nog steeds. In het lagere team. Maar ja, dat gaat heel rustig aan. Ik heb anderhalf jaar nog een beetje meegetraind. En nu hangt hij aan mijn racefiets. Oké, en nu ben je in de journalistiek bezig, hè? Ja, dat was ik daarvoor ook al. Het is niet of het een of het ander. Oh, dat hoeft niet. Die werken of doen iets erbij. Topsport altijd. En topwerk gaat samen. Ja. Dank jullie, Seth. Dames en heren, nog hartelijk dank wederom. Ik zou zeggen, wat Rur betreft, tot ziens. Tot Rur. Dit was Rur. Aan dit programma werkte mee Joep van het Hek, Tom van het Hek, Alissa Mooyen, Adrienne Mooyen, Lisette Stevens, Teun de Winter, Yvonne Kronenberg, Kathleen Borners, Lisbeth Dronkers, David Kreuner en Loes Visser. Regie Job Pannekoek, samenstelling en productie Geert-Jan Dreugen en Jan Lemfrink.